oude natuurgeloof is enorm in opkomst. Ik neem u mee naar de wondere wereld van de leelijnen. Ik zal u vast een stel wiggelroeren geven, alstublieft. Dank u wel. Ga je ook mee? Ja. Nou, kijk eens. Probeer. Ik doe het meestal met dit kleine dingetje, die kan ik zo in de zak hebben. Het is wat minder nauwkeurig, maar als ik even geduld heb, dan wijst hij hetzelfde aan. Wat wijst hij aan? De richting van Witten. Ik begrijp nog steeds niet de kracht waarmee wij te maken hebben. De geest of energie of wat ook. Maar het bestaat en het is voor mij heel gemakkelijk waar te nemen. Wat wij ervan kunnen vaststellen, dat is dat dit een bijzonder sterk geneeskrachtig hunebed ook is. Het is zelfs zo dat op de kern van het leescentrum, midden in het hunebed, daar is een steen. En wanneer u op die steen ongeveer 10 minuten staat en u hebt ijskoude voeten in de winter, dan worden die voeten warm. Kijk, u moet zich voorstellen dat die hunebedden in hun tijd een religieuze functie hadden. Daar zijn ze voor opgericht. En die stenen, die zwerfkeien, zijn aangevoerd om de energie hier te versterken. Als ik bijvoorbeeld de wiggelroeder hier hou en vraag hoe stroomt de energie, dan gaat die rechtsom. En ga ik bijvoorbeeld naar buiten toe, dan krijg je een ander veld, een ander energetisch veld. Dan gaat het linksom. Dan voel je ook dat je naar beneden gezogen wordt. En zijn er nog ontdekkingen gedaan? Bent u niet nieuwsgierig? Ik heb het zelfs geprobeerd, meneer. Ja? En het werkt. Het werkt. En op een bepaald moment komt de zon dan op en dan schijnt dat licht in een hunebed en wordt in feite het licht van het universum verbonden met de duisternis van de aarde. We gaan even kijken, hoor. Kijk eens. En ik doe er echt niks aan. Ik dacht eerst dat ze hem bijvoorbeeld zelfs draaien of zo. Maar ik hou hem echt los in de hand en hij gaat echt fake. We hebben het er net al over gehad met mijn collega, maar er moet iets wezen natuurlijk, uiteraard. Ja? Maar als je dit niet helemaal op nul zet, dan werkt het niet, denk ik. Ik zei juist tegen mijn collega, er is maar één God en die staat centraal in de schepping. De schepping zit heel anders in elkaar dan dat de mensheid denkt. De mens die gaat uit van wat hij zelf ziet, wat hij gelooft. En dingen die hij niet waarneemt, die gelooft hij niet. Ik doe het al een jaar of 30. Ja, en wat heeft u hier voor ervaring? Dat het een heel sterke stroming is, want ik kan hem hier praktisch niet houden. Hij trekt heel erg omhoog. Het is nog maar één schepper. Maar als men zegt, ik ben ook wel eens in Amsterdam geweest, dan zegt men door een knal en een boom is alles ontstaan. Nou, dan moet er wel goed gek zijn. Wie gelooft nu in een oerknal? Ik zit gewoon met ongeloof en te kijken, er wiebelt wel wat. Maar ik weet niet wat het allemaal betekent. Een aantal mensen loopt die kant op, een aantal mensen loopt precies naar de goede plek daar. Ja, als het verteld is zonet dat de kerk daar stond, denk je hoor, die kerk heeft hier gestaan. De wiggelroede geeft het heel duidelijk aan en als ik op die plek sta, dan ervaar ik ook dat daar een kerk geweest is. Kun je in feite de hele omtrek van de kerk kun je dan volgen? Okay. Dus zeg maar hier vermoed ik dat de eerste kerk van Tinalo is geweest. Dit is de plaats waar het altaar stond. Hier stond het altaar. Dus u verschilt van mening met meneer Den Dol? Ja, hij is helemaal verdwaald. Dat kwam omdat de mensen regelrecht daarheen liepen. Dat is zelfs verder. Maar die mensen die wisten dat niet, waar die kerk stond. Maar die hadden wel de goede richting te pakken, die eerste. En toen constateerden zij daar een kerk. Nee, daar is helemaal niets. Daar is geen kerk. Ik heb
vanmorgen naar huis kwam, ik zeg tegen mijn kameraden, ik zeg, dat is haar. Het meisje van ieder, zoals die in de krant stond. Het is een offer geweest. Ja. Ze heeft dus blond haar, maar ze kreeg rood haar. Toen dachten ze dat het een duivel was en toen hadden ze dus de tanden eruit geslagen. Ja. En daardoor had ze nog maar één tand. Maar wat is het voor meisje dan? Weet ik niet. Die was 14 jaar of zo. En die hebben ze helemaal nagemaakt in het museum. En die staat nu in het museum. Waarom is ze hier gevonden? Ja, daar is ook nog een plas, daar is een veen en daar is ze gevonden. En hoe komen ze nou op jou? Of heeft jouw moeder een foto opgestuurd? Nou, mijn moeder die wist het van tevoren namelijk al. Ja. Want omdat ik ook met mijn rechtervoet naar binnen liep en zo. Ja. En ook blauwe ogen. Ja. Maar ze is gewurgd. En vind je dat nou leuk? Ja, ik vind dat het apart. Dat jij dat meisje bent, of dat je het geweest bent, of dat je erop lijkt. Ja, wat denk je nou zelf? Nou, ik geloof wel in reïncarnatie en zo. Ja. Dus. Oh. en toen is ze doodgegaan en heeft die man haar in het veen gegooid. Het eerste moment zei ze tegen me, ik ben dat. Ja? Maar jij bent dat meisje uit het veen? Ja, dat zei ze net tegen me. Nee, ik lijkt er alleen maar op. Ja, maar ik zeg, oh, jij lijkt er, zei ze, nee, ik ben het. Nee, ik lijkt er gewoon op. Ja. Dat is al... Maar je voelt je er niet mee verwant? Jawel, want ik heb altijd zo'n bandje om en zij werd gestrot. Dat is ook heel raar. Dat is al 200 jaar geleden. Oh? Nee, mij leeft hij al 2000 in. Jaar. Ja. Ze heeft 2000 jaar in het... Waar was het dan? Hier? Nee, was, daar bij vis gehad. Hoe voel jij je nu? Lekker? Ja, gewoon. Oh, lekker in deze tijd, hè? En niet meer in die ellende van die primitieve volk en zo. Ja. Ja. Of dit mijn dochter is. Is Miss Veenlijk? Nee. Ja, dus ik doe het. Nee hoor. Ga eens bij die ene staan. Nee, deze manier. In 1991 zijn we daar geweest dus met de paternosten. Marion Dietrich die werd in die kerk onwel. Zij kwam toen op de plek waar die kinderlijkjes gelegen hadden. Zij is toen naar beneden gegaan, naar de kelder. En in die kelder daar werd het haar heel duidelijk dat er 800 mensen met bijlen vermoord waren. Het is een massamoord geweest op 25 augustus 1045. In het cafetaria daarnaast gingen we zitten, buiten. Toen kwam er een enorme storm uit de kerk vandaan. En de parasols werden opgetild, de lucht in. Het leek dat de dakpannen van het gebouw af zouden gaan. En vlak naast mij gebeurde niets. Alles was volkomen windstil. Marion Dietrich zei, dit is het teken dat nu het geheim is onthuld. En nu zijn de geesten vrijgekomen. Meneer Fleer, waarom horen we zo weinig van dat soort dingen? Ja, als de hele Nederlandse mediawereld naar Gorredijk was gegaan in de dagen die ik u noemde, dan was er zoveel te zien geweest en zoveel te melden geweest dat heel Nederland op zijn kop gestaan. Maar ze lieten het allemaal afweten, want ze durfden gewoon die UFO-verschijning niet aan te pakken. Het is wat er voorgevallen is, dat is uniek, is dat. Laat ze dan uitstappen en naar ons toe komen. Ja, maar kan het gevaarlijk zijn, toch? U moet niet vergeten dat die UFO's, dat ligt op het geestelijk vlak. Dat is geen materieel. Je kunt verbranden, hè? Jazeker. Hebben UFO's met het oude geloof te maken? Ik weet het niet. De kropcirkels, daar ben ik ervan overtuigd geraakt dat dat met UFO's te maken heeft. En dat het de geest is die de mensheid inderdaad wil waarschuwen.